Mike huilde natuurlijk tranen met tuiten toen Noor vertrok. Sindsdien lijkt geen enkele vrouw haar plaats te kunnen innemen. Gisteren besloot Mike dan ook om haar opnieuw te ontmoeten. Noor blijkt heel toevallig ook nog eens in de buurt. Dit keer lijkt het erop dat Mike wel zijn gevoelens voor Noor durft uit te spreken. Hij schreef een heuse brief aan haar, die hij tijdens hun ontmoeting voorleest, en Noor idem dito. Uit de brieven wordt één ding heel duidelijk, de twee zijn stapelgek op elkaar. Noor laat weten dat ze het best nog een keer wil proberen met Mike en stelt voor dat ze alsnog twee dagen naar hem toe komt. Bijzonder genoeg ziet Mike dat niet zitten. Nee, dat zou ik niet eerlijk vinden naar de andere meiden, zo laat hij weten. Bij Noor zorgt dit besluit voor een hoop verwarring. Zij vraagt zich af of Mike haar wel echt een tweede kans wil geven. Tuurlijk wel, maar niet nu, zo laat Mike haar weten. Noor is ongelooflijk teleurgesteld. Jij voelt het, ik voel het. En dan is het, laten we het maar niet doen, want er zijn nog andere meiden. Dat snap ik gewoon echt niet. Mike lijkt het zelf ook niet te begrijpen en loopt uiteindelijk weg. Halverwege de wandeling bedenkt hij zich opnieuw en loopt toch terug om Noor te laten weten dat ze nog een paar dagen mag blijven. Noor grijpt dit met beide handen aan, maar de kijkers thuis zien het juist met lede ogen aan. Je krijgt nooit grip op zo'n soort man. Zal je altijd laten bungelen en nooit echt met hart en ziel voor je gaan. Ren zo hard mogelijk weg, zo adviseert iemand haar op. X een ander baamt dit, Noor. Wat ben je toch leuk, knap en wijs? Laat Mike lekker met zijn diepvriespizza. Noor, pak je spullen, die sukkel kiest niet voor je, anders had hij de twee dames wel laten vertrekken, zo schrijft een ander.